plaatje. Hoera, er gaat er eentje weg. Eindelijk is er voor mij een gaatje. Maar wat is dat nou? Die man die gaat niet. Hij zet al eens een ticket, dat is pech. Voor hem beladen met de nodige bagage. Versterken, microfoon en emballage. Ik kan hier echt niet komen op de fiets. 7 keer heb ik nu rondgereden. Ik ben inmiddels al een uur te laat. Weer die goal kwam tenslotte naar beneden. Maar dat was in een autovrij verleden. Kom op, ik zet hem lekker hier op straat. Ik zet hem op straat. Midden op straat, midden op straat. Ik zet hem op straat, midden op straat. Midden op straat, ik zet hem op straat. Midden op straat, midden... Een paar op Lundtrek, of kwam je later? Nee, ik heb het podium opgericht. Ja. En je vertelde heel veel over lokale en regionale artiesten die jullie ontdekken en die jullie scouten eigenlijk. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Waar hebben jullie ingangen dat je dat zo kunt ontdekken? Oh, dat is een korte vraag op een heel lang antwoord. Kijken wie nummer 2 gaat worden. Gaan we kijken wie nummer 2 gaat worden. Commissie Muurgedichten, zeker de werkgroep Muurgedichten. Want u was het collectief in elk geval van heel veel enthousiastelingen. En wij hebben in elk geval op deze nominatie de term Commissie Muurgedichten gezet. Het moment waar u allemaal voor bent gekomen. Vanwege de blijvende inzet van deze organisatie voor een hele grote groep betrokkenen. Bij de identiteit van Almelo, bij het bieden van ontmoetingen en het brede en blijvende aanbod dat ze bieden, heeft de jury besloten dat de Stadsprijs 2017 gaat naar het huis van Katoen en nu. Sprat, dit is een Almeloos icoon. Het huis van Katoen. Ja, het is voor ons een hele opsteker. Met name voor onze vrijwilligers, voor ons bestuur. Het is een stukje waardering naar al die mensen toe waar ze de laatste paar jaar mee bezig zijn. Dat wordt nu in uitdrukking gebracht in die Stadsprijs. Onze medegenomineerden, goed, dat waren ook goede partijen. Die had ik het ook gegund. Ik loop daar nu zo'n anderhalf jaar mee. En een half jaartje als coördinator. En ik ben nu ongeveer 7 dagen in de week daar bezig. Wat ik heel leuk vind, het is een topteam om mee samen te werken. Het is een heel afwisselend programma wat wij bieden. Dus dat maakt het leuk en dat maakt het tijd. Heden met verleden, in dit huis, daar doet men dat.